Hoi, ik ben Sam. Thuis gaat het al een tijdje niet goed. Papa en mama en de mensen die ons helpen denken dat het beter is als we een tijdje ergens gaan logeren waar ze ons beter kunnen helpen. Dit is een huisje van elkaar. Voordat we naar dat huisje gaan, hebben papa en mama een gesprek over doelen die we willen bereiken. Als we in het huisje zijn, komt er 's ochtends en 's middags iemand van de Arcade langs om met ons te bespreken hoe we die dag gaan werken aan onze doelen. Diegene kan ook samen met ons dingen oefenen en voordoen en samen maken we plannetjes hoe we beter met elkaar om kunnen gaan en het gezellig wordt. Iedere dag krijgen we een verslagje waarin staat wat we die dag hebben gedaan. De mensen van de Arcade hebben hun kantoortje bij ons in het huisje. Als wij ze nodig hebben, zijn ze altijd in de buurt. Als papa en mama een gesprek hebben in het hoofdgebouw, passen mensen van elkaar op mij en mijn zusje. En doen we vaak leuke dingen. Soms heb ik ook alleen of samen met papa en mama een gesprek met iemand van elkaar. Af en toe worden er video's of opnames gemaakt van ons gezin. Bijvoorbeeld als we eten of een spelletje doen. Papa en mama weten van tevoren wanneer dit gebeurt. De opnames worden later met hun nabesproken. We oefenen door de dag heen hoe we situaties beter kunnen aanpakken. Maar daarnaast doen we ook dingen die we thuis ook doen, zoals buiten spelen, spelletjes doen of tv kijken. Verder maak ik iedere dag huiswerk. Dat heb ik van school meegekregen, omdat het huisje van de Arcade te ver weg is van mijn school. Als de gezinsbehandeling voorbij is, kunnen we nog een keer terugkomen voor een opfrisweekend. Ook komen er weer mensen bij ons thuis helpen.